De samenwerking tussen Frankrijk en Suriname is in de afgelopen jaren verder versterkt geworden. Dit haalde president Chandrika Prasad Santokhi woensdagavond aan bij de viering van het 10e jaar van de territoriale gemeenschap van Frans-Guyana. Terwijl het staatshoofd er naar uitkijkt om de samenwerking verder uit te diepen, bracht hij ook zijn dank uit voor de steun die Frankrijk heeft gestuurd in de vorm van brandweerlieden en militaire artsen voor het tragisch ongeval in het Matawai-gebied. Het staatshoofd noemde ook de gezamenlijke acties die worden ondernomen om illegale goudmijnen tegen te gaan en hoopt deze in de komende tijd te intensiveren met de Franse partners. We had the tragedies and we are aware that it is of the utmost and urgent importance to join forces in combating the illegal mining activities while creating sustainable work opportunities, but also maintain and develop a safe and a mercury-free livelihoods for our people. We need to do it, Ambassador, as quick as possible. Het staatshoofd is ervan overtuigd dat door middel van samenwerking veel meer bereikt kan worden. Hij kijkt daarom uit naar de medewerking van de Franse autoriteiten om de grensgebieden op een duurzame manier te ontwikkelen. I remain committed to the further strengthening of this relation to mutual benefit of our countries, but also mutual benefit for people. In fact, we owe it. We owe it to the prosperity of our population on both sides of the Maruena River. De viering van het 10e jaar van de territoriale gemeenschap van Frans-Guyana had ook als onderdeel de tweede editie van de Franse Dagen in Paramaribo, die gistermiddag op de Jules Sydney Haven is afgesloten.